Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Duik in Zaken. Statushouders en nieuwkomers die ondernemer willen worden in Nederland, die kunnen in Utrecht terecht bij het expertisecentrum ondernemerschap, statushouders en nieuwkomers. En in deze aflevering van Duik in Zaken hebben we de oprichter daarvan zitten van het EOSN kortweg, Abdel Harshoui. Harshoui. Ah, ik ben echt verschrikkelijk. Ik heet gewoon Jansen. Dat kan jij gewoon uitspreken natuurlijk. Ja, maar dat is hier toch iets anders dan Harshoui. Ja. Maar ik neem het je niet kwalijk. Je bent niet de enige en waarschijnlijk ook niet de laatste die dat niet... waarschijnlijk niet. Fijn dat je er bent, Dank Abdel. Je wel. Want wij kennen elkaar al wat langer. Zeker. En ik weet dat jij je al heel lang hard maakt voor allerlei dingen. Ik kwam op jouw pad terecht eigenlijk omdat jij die EOCN dat startte. En ik vroeg mij meteen af, hey, zijn er eigenlijk dan zoveel statushouders en nieuwkomers die ondernemer willen worden in Nederland? Jazeker, absoluut. Om je even een beeld te schetsen, wij zijn al heel lang bezig vanuit DOC 030 met het begeleiden van mensen die vooral in de bijstand zitten en die een eigen bedrijf, een droomwens hebben om een eigen bedrijf te hebben, te starten. Die de afgelopen jaren nogal wat mensen langs zien komen die allemaal zo'n wens hadden om een eigen bedrijf te beginnen. En tot onze verbazing, toen we de optelsom gingen maken van ja, wat is de achtergrond, wat voor type mensen zijn het die bij ons hebben aangeklopt. En geloof het of niet, 80 tot 90% van de mensen die wij geholpen hebben, die een eigen bedrijf hebben gestart inmiddels, mm-hmm. en sommigen hebben ook nog in het traject, dat zijn allemaal mensen met een migratieachtergrond en dan voornamelijk statushouders, dus mensen die hier vooral vanuit Syrië, Irak, Iran, die hier naartoe gevlucht zijn, die een status hebben dat ze hier mogen wonen, werken, die hebben zich vooral gemeld om een eigen bedrijf te beginnen. Okay. Verbaast ons overigens niet, want de mensen die hier naartoe zijn gevlucht, dat zijn allemaal mensen die doorgaans een eigen bedrijf in eigen land hebben gehad. Ja, dan is het ook logisch dat als je uiteindelijk gesetteld bent en weer rust hebt in je hoofd en dat je ook de trauma's een beetje verwerkt hebt, dat je gaat nadenken over de toekomst. Wat zou je willen? Ja. En dan ga je toch wel je oude droom weer oppakken. En dat is toch weer een eigen bedrijf gaan starten. Ja. Toen ik jou leerde kennen, dat was nog voor DOC 030 zelfs. Ja. Toen vertelde je mij je grootste ergernis dat mensen met heel veel kennis over een bepaald vakgebied... Ja. in Nederland achterop de vuilniswagen staan. Ja, klopt. Dat is ook het geval. Want dat is je doel uiteindelijk, om die kennis te mobiliseren die er wel is, toch? Ja. Nou, als je gaat kijken, wat is de paraplu waaronder wij schuilen of waar we bezig zijn? Die paraplu, dat noemen wij mensen die aan de zijlijn staan. Die graag ook een kans willen. Maar die kans ook willen aangrijpen. En dan zie je dat soms onbenutte kennis, ervaring, deskundigheid... niet optimaal tot z'n recht kan komen door misschien taal, doordat diploma's niet erkend kunnen worden, doordat een bepaalde drempel behaald moet worden, doordat, nou, zo kun je heel veel dingen benoemen, ja, en dan zakt iemand terug en dan gaat hij doen wat hij misschien moet doen om aan een inkomen te komen, maar dat zijn wens en hart heel ergens anders ligt. Ja. Dan kun je toch persen en meden en zeggen van, goh, nou weet je, een opleiding en kijken of je dat uiteindelijk voor elkaar kunt krijgen, dat is vaak een hele moeizame, een lange weg. Wat wij zeggen is van, joh, als we nou eens gaan kijken hoe gaan we al die barrières die er mogelijk zijn, hoe gaan we die beslechten om te kijken of je toch jouw kennis, ervaring, kunde, expertise kunt gaan inzetten. Dan is vaak het ondernemerschap een oplossing. Want als jij je als ZZP'er laat inhuren als spreker, gaat niemand vragen, goh, laat mij eens jouw diploma zien. Nee. Ze vertrouwen op jou als expert, als deskundige die ze gaan inhuren voor een bepaalde klus. Ja, ja. Punt. Ja. Hoe? Want voor het programma zijn we ook heel vaak op zoek naar ondernemers met een niet-Nederlandse achtergrond. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het echt moeilijk om ze te vinden. Ja. Of om ze bereid te vinden om mee te werken aan het programma, terwijl het me wel heel interessant lijkt en heel Zeker. Leuk lijkt. Zeker, absoluut. Hoe kom jij aan de mensen die je kan helpen? Eigenlijk hoeven we daar weinig voor te doen. Yeah. Ja, dat is, klinkt gek, klinkt raar, dat je zegt van goh, we social media inzetten, doen we af en toe ook om wat dingen bekend te maken. Maar het netwerk waarin wij zitten, waarin deze doelgroep ook acteert, en ons kent ons, en via allerlei social media kanalen die ze ook zelf inzetten,
worden wij eigenlijk gewoon heel makkelijk gevonden. Ze weten precies wie we zijn, ze weten wat we te bieden hebben. En dan weten ze ons ook te vinden. Maar dus, ook de Syriërs en de Iraniërs? Ja, en allemaal. De... Allemaal. Echt. Allemaal. Ja, we hebben daar... Dus jij bent de poort eigenlijk naar deze groep mensen? Onder andere, ik weet dat er ook meerdere poorten zijn, maar voor verschillende zaken. Daar werken we ook mee samen, of dat zijn ook onze partners. Maar wij worden wel, als het gaat om ondernemerschap, worden wij heel goed gevonden. Ja. En weten ze ook wat wij voor ze kunnen betekenen. En niet zozeer alleen maar in het advies, maar vooral ook de brugfunctie die wij ook innemen. Want probeer maar eens te begrijpen en door te hebben hoe het bijvoorbeeld werkt als het gaat om bestemmingsplannen, als het gaat om vergunningen, als het gaat om bijvoorbeeld een VOG wat je nodig hebt. Nou, dat kun je googlen en proberen te translaten en whatever, maar wij leggen het gewoon in simpel taal uit wat het allemaal is. En als het nodig is, doen we het ook nog eens in het Arabisch of in het Engels of wat dan ook. En dat geeft vertrouwen naar de mensen toe. Ja. Hoe worden jullie gefinancierd? Doc 030, want we moeten even onderscheid maken tussen wat is IOSN. IOSN is een nieuw initiatief die voortgekomen is uit Doc 030. En Doc 030, ja, die bestaat al, wat je zei, 8 jaar. En dat komt doordat wij ook door andere organisaties, waaronder ook de gemeente, worden gevraagd om een aantal vraagstukken te werken. Vooral gericht op het ondernemerschap. Voor de EOSN is het een nieuw initiatief die voortgekomen is, wat ik net zei, uit een bepaalde noodzaak. Eigenlijk de schreeuwende, hulpbehoevende statushouders, nieuwkomer, die geen raad weet en ook niet precies weet waar die geholpen wordt. Aan de andere kant weten we dat ook gemeentes met hun handen in het haar zitten, dat ze niet altijd een antwoord weten. En met EOSN willen we eigenlijk dat de doelgroep, statushouders, doelgroep een beetje een raar woord, maar goed, die graag geholpen willen worden, daar willen we bij de gemeente gaan kijken of de gemeente ons wil gaan inschakelen om de desbetreffende kandidaat ondernemer te gaan ondersteunen en te begeleiden. Dat kan, want er is ook een BBZ-regeling, ik weet niet of dat bekend is, de besluitbijstandsverlening zelfstandigen. Dat kan ingezet worden zodat een potentiële ondernemer op een goede manier en binnen de wet en regelgeving ook begeleid kan worden. Tijdelijk met een uitkering, hè, zodat je een half jaar in ieder geval precies een basis hebt. Ja, klopt. En dat je dan kan, ja, kan beginnen. Hoe succesvol zijn jullie? Het gaat niet om hoe succesvol wij zijn. Het gaat erom van hoe succesvol is het ondernemerschap. Om daar even een beeld bij te geven. Als je gaat kijken naar mensen die in de bijstand zitten. En die toegeleid worden naar een baan in loondienst. En dezelfde groep mensen die uiteindelijk kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Daar zit een groot verschil tussen. Degene die kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Als je dat over een traject van 3 jaar bekijkt. Zijn die voor 86%, tussen de 86 en misschien 90%, stromen ze duurzaam uit. Dat betekent dat ze niet meer terugkomen in de bijstand. Als je dat vergelijkt met mensen die in loondienst gaan, ja, dat ligt tussen de 50% en 60%, ja, en niet duurzaam. Maar is dat dan omdat er een mismatch is, of is dat een mentaliteitsding? Nou, dat zijn verschillende factoren. Als je gaat kijken naar werk, het moet je passen. Het moet ook iets zijn wat je leuk vindt. Het moet een uitdaging. Nou, ga zo maar door. En je moet ook die kans ook krijgen dat je misschien kunt gaan doorgroeien. Als je kijkt naar het ondernemerschap. Nou, je bent ook ondernemer. Je bent eigenwijs. Je wilt graag veel. Toch maar niet. Je ziet kansen. Je ziet allerlei mogelijkheden. En het laatste wat je wil is mislukken. Dus je doet er alles aan om succesvol te worden met je bedrijf. Dat doen die mensen die vanuit de bijstand kiezen voor het ondernemerschap, precies hetzelfde. Als ze uiteindelijk die kans krijgen, grijpen ze met beide handen en ze gaan er ook voor. En ze halen alles uit de kast om maar niet ervoor te zorgen dat ze teruggaan in de bijstand. Ja. En dat is het mooie daarvan. Dat is het verschil, ja. Ja. We zijn met de camera even langs gegaan bij 2 ondernemers die dankzij Doc 030 of EOSN, dat maakt me eigenlijk niet uit, voor zichzelf zijn begonnen. Gewoon eens kijken hoe het met hun gaat. Wij zijn nu in Zeist. Ik heb deze gebouw geverfd, binnen en buiten. Ja, het is een groot project van mij. Ik heb een goede kans. Ik kan laten zien wat ik heb gedaan. Ja, zeker, ik ben tevreden. Ook de eigenaar ook tevreden.
Mijn ervaring van Abdel, hij heeft mij ingevraagd wat moet ik doen. Hij heeft alles voor ons geregeld. Ja, ik heb steeds contact met Abdel. Als mensen komen mij vragen, ik stuur naar Abdel. Hij is aardig man, goed geholpen. Ik heb nieuw werk, ja. In mijn toekomst, ik wil mijn bedrijf gegroeid, meer mensen. Ik ben Mohammed Hashem. Ik kom zelf uit Syrië. Ik ben al 8 jaar in Nederland. We zijn hier in Hilversum, in mijn nieuwe restaurant eigenlijk. We hebben hier lekker eten. Mag iedereen bij ons komen. Ik ben hartstikke blij dat Abdel ben ik tegengekomen. Abdel heeft met het begin van mij geholpen, zeg maar, met een ondernemende plan hier in dat zak. Dat gaat het goed met ondernemen nu tegenwoordig, omdat we zijn gewoon voorbij corona. En nu denk ik komt een andere toekomst. Hilversum is een heel mooie stad en heel mooie mensen hier, nette mensen. Ik heb nooit in mijn leven zo echt een lieve mens gezien. Echt waar, hun helpt ondernemen hier graag. Dat heb ik zelf opgemerkt. Ik zeg tegen Abdel, dankjewel voor alles. Echt heel erg bedankt. En gewoon, ja, met plezier helpt de mensen. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Wat hebben jullie nog nodig als organisatie om verder te groeien? Wat wij graag zouden willen is dat er een kanteling gaat komen in een aanpak die past naar specifieke doelgroepen. Mm-hmm. Wat we zien is dat er nu allerlei trajecten aangeboden worden. Dat zijn algemene trajecten voor iedereen. En dat betekent dat je in een voorbereidingsperiode, en dan moet je aan je businessplan gaan zitten werken. Je moet hem uiteindelijk laten toetsen en nou, dan mag je hopen dat je dan toegelaten wordt. Dat zijn trajecten van 3 tot 6 maanden, misschien zelfs 9 maanden, waarin je in een keurslijf wordt gezet. Dat is natuurlijk hartstikke mooi als het om een idee gaat wat nog heel pril is. Pril is. En dat moet nog gaan groeien, moet marktonderzoek. Prima, maar er zijn ook heel veel van de doelgroep die wij graag willen bedienen, en bedienen nu ook. En Stucador heeft geen iemand die... Kijk, die jongens die met zo'n snack aan de slag willen gaan, een productiebedrijf, ja, dat moet nog heel wat, precies. Maar heel veel of het nou een koerier is of een kleine supermarktje, dat... Maar jouw oproep is eigenlijk, geachte overheid, ja, lokaal, regionaal of landelijk, ja, maak het voor deze doelgroep iets eenvoudiger. Ja, ga uit van maatwerk. Kijk niet naar... Wat hebben we? Wat hebben we ingekocht? Vaak is dat wel een probleem dat er al vanuit aanbestedingen al partijen ingeschakeld zijn. En ja, daar moeten we het mee doen, want de deal is 300 trajecten, noem ik maar eventjes. Ja, daar past niet iedereen in. En dat is ook heel erg, of dat kan heel erg frustrerend zijn voor degene die dan in zo'n traject moeten zeggen, jongen, ik hoef alleen maar kwast en ja, ik kan zo aan de slag. En een busje. Ja. En een busje. Ja. En ik ben vrij. Ja. Ja. Dat veel meer daarnaar gekeken moet gaan worden. Dit heeft ook tijd nodig. Ja, maar jij bent al lang bezig. Is er wel iets veranderd? Nou ja, kort, en dan gaan we naar de quiz. Heel kort. Ik zie wel dat als ik kijk naar hoe het vergaan is, of begaan is met Doc 030, had het ook best wel een aanloop. Inmiddels zijn we goed op weg samen met de gemeente Utrecht. Doen we samen leuke dingen. We helpen ook heel veel ondernemers. Nu we landelijk gaan, moeten we niet de illusie hebben dat we de hele wereld gaan veroveren. Heel veel in Nederland kent ons niet. Maar wij hopen wel straks dat ze ons leren kennen en dat ze weten dat wij het verschil kunnen maken. Nou, ik hoop dat wij met Duik en Zaken daar een heel klein steentje aan bij hebben kunnen dragen. We gaan eens even jou testen op je Utrechtse ondernemerskennis. Nou. Zometeen op dat scherm krijg jij in 1 minuut tijd een heleboel producten te zien. Okay. En die producten worden overal gemaakt, maar ook in Utrecht. Ja. En wij willen heel graag van jou horen nadat je ze allemaal hebt gezien. Ja. Dus je moet eerst 1 minuut alleen maar kijken en opslaan in je hoofd. Willen we heel graag van jou horen welke producten die jij ziet in Utrecht gemaakt of bedacht zijn. Mag allebei. Okay. En als je alleen bijvoorbeeld een glas... ik heb een glas gezien, ja dat klopt, komt uit Utrecht. Maar als je ook nog kan zeggen wie het heeft gemaakt of hoe het heet, dan krijg je een extra punt. Okay. Ja? En wat is de troostprijs? Geen troostprijzen. Geen troostprijzen.
Ik heb wel even hier voor jou het lijstje van de tussenstand. Ja. En nou ja, je ziet wie je moet verslaan. Klaas Verschuren die staat als wethouder nog steeds op de eerste plek met 8 punten. Maar die heb je natuurlijk ook allemaal al bezocht. Die is natuurlijk wel bij heel veel geweest. Alhoewel Nanny Gielis van Brandwebbing eigenlijk ook best goed deed. En op nummer 4 is daar ook nog Niels het Hoofd bijgekomen van Immer, de boeken-app. Kijk. Wij gaan beginnen als jij er ook klaar voor bent. Nou, vooruit dan maar. Ik ben benieuwd. Ja? Ja. Utrecht maakt het, zo heet het. En jij gaat het nu ook maken, Abdel. Daar komen ze. Ja, daar komen ze. Nou, kom maar. Oh. Nee. Komt u maar. Het biertje is vanuit Utrecht. Dat wordt heel lastig. De games, die worden ook hier gemaakt. De pallets van geperst hout, volgens mij ook. Niet? Wat was het nog? Dat klokje. Die houdt het klokje, nee, toch maar niet, nee. Ik zie ook geen Syrische snacks trouwens. Kom maar door met een foto. Je zag wel een andere snack. Ja, de Fokking, die is ook van Utrecht, klopt, ja, dat heb je heel goed. Nee, ik ben bang dat het daarbij gaat blijven. Echt? Ja, sorry, echt. Ik had al mijn geld op jou ingezet, hè? Ja, nee, dat is dan verkeerd geld. Sowieso verloren geld. Ja. Drie punten voor jou. Ja, drie punten voor jou. En dat betekent dat jij op een 5e plek komt. Ja. Nou, samen met Gerrit van der Kleij. Dus dat is, dat is helemaal niks mis mee. En Robert Horstmans van Pakt zit daar ook nog tussen. Ik ga jou ontzettend bedanken voor je komst naar onze studio. Hou ons op de hoogte. Ja, zeker. Absoluut. Als er wat te melden is, dan gaan we dat zeker doen. Ja. Er zijn wel wat positieve ontwikkelingen, maar dat is nu nog te vroeg. Ik ga dat zeker terugkoppelen. En bedankt dat ik hier iets mocht vertellen over EOSN. Heel graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Duik in Zaken met Abdel. Daar gaat hij, hè? Harshawi. Nu heb ik hem wel goed gedaan. Van een expertisecentrum, ondernemerschap, statushouders en nieuwkomers. En ik doe dat eigenlijk nooit, maar ik vind dit belangrijk genoeg om dit keer wel even een website te noemen. EOSN.nl. Kijk op die website, want volgens mij kunnen we heel veel mensen helpen. En kunnen we ook onze economie helpen met heel veel kennis. Waarvan we niet eens weten dat we het hebben in Nederland. 31 maart en 1 april. Leuk nieuwtje dan is Duik in Zaken bij het NK Skills. De finals in de jaarbeurs. 700 VMBO en MBO studenten gaan strijden in hun vakgebied om de landstitel. En die Nederlandse winnaars die gaan vervolgens met z'n allen naar Shanghai in oktober voor de wereldtitel. Dus dat is wel heel erg leuk. En wij zijn er met Duik in Zaken bij met livestreams en een speciale aflevering die we uitzenden op 8 april over Skills the Finals. Heb je verder ideeën of opmerkingen voor ons? Stuur ons dan een mailtje diz@duik.nl. Tot zover deze aflevering van Duik in Zaken. Blijf ondernemen en blijf gezond.